Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag even een hele andere setting als dat jullie gewend zijn van mij. Ik hoop ook echt dat alles goed in beeld komt. Ik zit op een hele andere plek, waarbij ik dus alles even anders heb moeten positioneren. Ik heb namelijk een klem die of een camerahouder die op mijn tafel geklemd is. En ik heb normaal een ronde tafel. En dan gaat dat makkelijker bij. Dus ik ben echt even aan het puzzelen en aan het zoeken. Deze past ook niet goed over deze tafel heen. Afijn, daar hebben jullie verder geen boodschap aan. Dus dit zal een setting zijn die niet elke keer voor gaat komen. Wat ik heel graag wil is dat we even in gaan tunen op het stukje liefdesvlak. Ik merk dat er de laatste weken, tenminste voor mij in ieder geval, een flinke shift is geweest. Ik heb hier ook wat dingen op mijn Facebookpagina over gedeeld. Mijn vader is 10 jaar terug, ruim 10 jaar geleden overleden. En we hebben afgelopen zomer in mijn vakantieperiode hebben we met de familie het as uitgestrooid als afsluiting. En voor mij voelde dat ook echt als een bepaalde afsluiting. Ik heb onbewust toch 10 jaar vastgehouden aan iets. Ik ben er ook dieper op in aan het gaan. Ik ben dat is een stukje uit een vorig leven wat mij daarin belemmerde. Door het as uit te strooien was het voor mij een begin om nu daar naartoe te mogen gaan. Daar ben ik ook mee aan de slag gegaan afgelopen week al. En ik merk nu al echt een hele verandering in mijn systeem. En daardoor merk ik ook, want er hangt ook heel veel in de lucht qua energiestroom, Schumann-resonantie, heel veel zonnestormen gehad. Het is pittige energie geweest de laatste weken. Daar kun je heel veel vermoeidheid door hebben ondervonden. Maar juist ook soms wel dat je weer een boost hebt gekregen. Dat je dat wollig hoofd, ik noem het wel eens wollig hoofd, dat je een beetje mistig hoofd hebt. Dat je niet meer het zicht hebt op waar het naartoe aan het gaan is. Dat je dat even kwijt bent geraakt en dat het weer opgehelderd is. Waardoor jij dus weer nieuwe inzichten bent gaan krijgen. Ik ben dus ook inzichten gaan krijgen over mijn kanaal, mijn YouTube-kanaal, maar ook waar ik daarmee mag gaan doen. Er zullen de komende tijd wat veranderingen plaats gaan vinden. Dit zal stap voor stap gaan, het zal niet in één keer gebeuren. Dus ben daarvan wel bewust dat er dus een wijziging plaats gaat vinden. Ik ga proberen deze maand een sterrenbeeldreading online te zetten. Maar dat is dan voor de komende 2 maanden. Niet voor 1 maand. Gewoon puur uit redenering dat ik eigenlijk niet helemaal de ruimte ervoor kan vinden om het elke maand op te gaan nemen. Mocht ik toch volgende maand een ruimte vinden om nog enigszins iets in een sterrenbeeldreading te doen, dan ga ik dat zeker wel doen. Maar dan weet je dat die overal energie van die 2 maanden echt wel in die ene reading ook terug gaat komen. We naderen natuurlijk ook alweer het einde van het jaar. We gaan de herfstperiode in. Ik wil ergens oktober, november de jaarprognoses weer op gaan nemen voor 2023 voor alle sterrenbeelden. Dus dat gaat ook nog wat werk vereisen, vergen, tijd vergen. Ik ben onlangs dus ook met de studie begonnen. Dus ik moet echt even gaan puzzelen hoe ik dit veel vorm ga geven. Want ik voel dat ik meer buiten YouTube mag gaan doen. Ook met coaching, healing, begeleiding, dat soort elementen. En daar ga ik mijn focus ook meer op leggen. Dat wil niet zeggen dat mijn YouTube kanaal in één keer helemaal weg zal zijn. Dat zal voorlopig echt niet gebeuren. Ik ga echt nog wel readingen opnemen. Maar het zal iets minder vaak zijn als dat jullie van mij gewend zijn. Ik heb namelijk gemerkt in die 2 weken, 3 weken dat ik geen YouTube heb gedaan op die ene video na, dat het me even zoveel ruimte en rust gaf. Wat ik eigenlijk mijn eigen de laatste 1,5 jaar vanaf het starten van het kanaal niet heb gegeven. En er zijn heel veel veranderingen geweest in mijn persoonlijke leven, persoonlijke ontwikkeling. Ik ben, wat ik al zei, in een shift terechtgekomen. En daar wil ik verder op gaan borduren. Maar dan ook met die trillingsfrequentie dus ook op dit kanaal verder gaan voortzetten. Hoe dat dus gaat vormgeven, geen idee. Dat zal in de loop van de tijd nog gaan zichtbaar gaan worden.
Wat ik vandaag dus wil gaan doen voor jullie is echt even naar het stukje liefdesvlak. Heb je een relatie, dan kan het daarop gebaseerd zijn. Ben je single, kan het daarop gebaseerd zijn. Neem de boodschappen voor wat het voor jou betekent. Maak het alsjeblieft niet passend. Het kan niet voor iedereen gelden. Daarin is dus een reading niet goed of fout. Is het niet jouw reading, laat het lekker los en laat het varen. Ik ga eerst beginnen met twee overal energiekaartjes. En vanuit daar gaan we even kijken hoe het gaat lopen. Nee, ik hoor dat ik één overal energiekaartje mag pakken. Dus dan doen we dat. Zoals ik al zei, er gaat een nieuwe stroom komen. Ook voor mij in readingen. Ik laat me daar gewoon door leiden. Oké, we krijgen oneindig verhaal op kop. Dus er is een bepaalde situatie, cyclus, dus doorbroken. Dus daar heb je eigenlijk al heel mooi aangepakt. Ik voel dat er heel veel los is gekomen de laatste weken. Er is heel veel getransmuteerd. Je hebt donkere schaduwstukken. Echt die Dark Night of the Soul hebben sommigen van jullie gehad. Je hebt dit langzaam opgepakt. Geheeld, omarmd, verwerkt. Sommigen zijn echt al verder en zijn dus ook echt wel pijnstukken uit vorige levens aan het oplossen. Incasseren noem ik het ook wel eens, want het is meestal in de familiekarma-lijn, waarbij dus jij degene bent die dat stukje mag omvormen. En omvormen bedoel ik mee dat jij het cirkeltje gaat doorbreken. En dat voel ik dus ook sterk met dat oneindig verhaal. Het is een kaart 10, 37 maakt 10. 10 is ook wel een afsluiting van de situatie. Ik zie dat ik hem niet goed in beeld heb. Excuses daarvoor. Ik moet echt even wennen om meer op het scherm mee te kijken. Vanuit liefde ben je dit nu aan het doen. Vanuit die heelheid. Je zit niet meer in dat stukje waarom overkomt mij dit nu? Waarom is dit nu gebeurd? Je bent een nieuwe proces ingegaan. Het voelt voor mij dat je best wel een pittige transformatie achter de rug hebt. Wat ik al eerder aan heb gegeven. Dit jaar 2022 is voor heel veel een transformatiejaar ook geweest. Delen dat vorig jaar al in is gezet. Maar dat het dit jaar verder voort is gezet. Je bent dus niet meer in je hoofd. Maar je bent af aan het zakken naar je hart. En vanuit daar is dat jouw kern. Vanuit daar ben je dus nu aan het groeien. Even kijken. Ik kijk een beetje schuin op het scherm mee. Ik moet een beetje op kop hangen, maar dat maakt niet uit. We gaan eens gewoon beginnen. Ik leg je dadelijk een kaart neer wat gerelateerd is aan jouw energie. Wat gerelateerd is aan de persoon waarmee jij verbonden bent. En dat wil niet zeggen dat je nu in de verbintenis zit als je single bent. Dat kan dus ook een verbinding zijn die alleen maar in het energetisch veld nog maar voelbaar is. En dan gaan we kijken wat de verbindende energie tussen jullie twee is en eventueel de mogelijke uitkomst. Dus het is even een nieuw soort reading. Het zal misschien ook niet zonder slag of stoot vanuit mijn kant gaan. Ik ben natuurlijk ook even uit de running geweest. We gaan het gewoon ervaren. De energie voor de kijker. Oh, twee kaarten. Oké. Nou, we krijgen de 10 van zwaarden. Maar we krijgen ook de keizerin. Dus het is wel dat je dus bezig bent met jouw eigen ontwikkeling. Maar er is ook een eind gekomen dus nu. Wat ik hier al zeg, je hebt een proces doorlopen. Heel krachtig voel ik dit, dat jij dus nu op een punt staat. Dat jij vanuit die liefdevolle energie bent gaan handelen. Je hebt ingezien dat je heel veel patronen had waar jij nog geen doorbraak in hebt gecreëerd. Dat is dus afgelopen weken wel gebeurd. Ik zet heel even dit een beetje aan de kant. Leg we deze even mooi hierbij, met het hart erbij. Oké. Energie van de ander. Oh, die hoort er niet tussen. Excuus. Ik dacht dat ik ze er al uit had, maar dat is. We hebben de 6 van munten. Dus de persoon waarmee jij in connectie staat is nu op een punt die uitgebalanceerd gaat worden. Die, of eigenlijk al is, die is ook bepaalde schaduwstukken aan het kijken geweest. Het voelt voor mij dat jullie een beetje in die synchroniciteit hebben gelopen. Dat jullie
individueel van elkaar je eigen problematieken, je eigen pijnstukken, je eigen schaduwstukken hebben doorlopen. En vooral als we dan gaan kijken, we zien hier het licht, maar hier nog het schaduw. Dus het is wel zo, we zien hier, ik weet niet of jullie het kunnen zien, het is een beetje donker. Vier kaboutertjes nog in het schaduw staan en twee in het licht. De persoon waarmee jij in connectie staat, in verbinding staat, weet dus nu van oké, ze kijken ook om. Daar wil ik me eigen niet meer bevinden. Ik wil vanuit dat licht gaan werken. Daarbij hoort dus ook dat ik mijn karmische stukken ga doorvoelen, ga helen. Maar ook vooral het patroon waar ik in heb gezeten, ga doorbreken. En dat is dus een stukje stabiliteit wat de ander dus nu wel in zichzelf gaat vinden. Het is er nog niet helemaal. Deze persoon heeft dus echt nog wel wat mogelijkheden om nog te gaan groeien. Maar dat zie ik bij jou ook. Alhoewel jij dus wel, voor mijn gevoel, in een prachtige godinnenenergie zit. Waarbij jij dus wel meer al in jouw kracht staat als de persoon waarmee jij te maken hebt. Daar is dus verder geen goed of fout in. Het kan dus zijn dat jij dus steeds meer vanuit jouw gidsenteam aan het werken bent. Vanuit jouw hogere zelf, jouw onderbuikgevoel. Maakt niet uit in welke frequentie jij zit. Daar ben jij dus in aan het groeien. Het is een hele vruchtbare periode voor jou. We gaan natuurlijk de herfst in. Herfst is natuurlijk ook weer een seizoen van oogsten. En dat is dus wat jij nu gaat doen. Jij gaat de oogst binnenhalen voor al het werk wat jij op dit moment, alle die maanden hebt verricht. We gaan eens even kijken wat jullie verbindende energie is. We hebben de 8 van bekers. Dus de verbindende energie is dat er door beide een oude situatie achtergelaten gaat worden. Er is dus een transformatie voor beide van jullie. En mocht je dus single zijn, kan het dus zijn dat dus nou deze persoon ook pas in het energetisch veld voelbaar gaat zijn. Waardoor jullie dus wellicht ook in die verbinding ooit mogen gaan connecten. We zullen het dadelijk nog even met de andere kaartendek gaan bekijken wat er dan voor jullie mogelijk zou zijn en de uitkomst zometeen. Maar het voelt voor mij wel dat het zit in het vat. En wat in het vat zit, verzuurt niet. En dat is dus ook wat ik sterk voel. Het is een verbinding, een zielsverbinding. Het voelt voor mij dat het echt wel gerelateerd is voor heel veel singles. Dus mocht jij wel in een verbinding zijn, voel dan even of dat deze reading voor jou passend is. Maar wat ik sterk voel is dat er iets klaargestoomd is geworden. Of ik heb geen idee of dat het een heldere zin is, maar jij bent met je eigen stukken bezig. Hij of zij is met zijn eigen stukken bezig. En uiteindelijk mag dit samen gaan voegen en gemengd gaan worden. Dus uiteindelijk mag het dus samen gaan komen. Maar we gaan eens kijken wat de uitkomst zou kunnen zijn voor jullie. Kijk eens, daar is die al. Element of water. De element of water is de, even kijken, ik moet heel even spieken, de schildknaap van water. De schildknaap van bekers. Dus er gaat een vernieuwde energie komen. Dus de uitkomst is dat er wel op emotioneel vlak een samenkomst kan zijn. Kijk eens, het voelt voor mij dat jij dit bent, dit is de ander, en de hogere zelf van jullie beiden zijn in combinatie samen aan het voegen. Telepathisch hebben jullie al contact. En in het aardse vlak zullen jullie ook samengevoegd kunnen gaan worden. En dat wil niet zeggen dat dit voor iedereen in één keer boombats op je pad gaat komen. Absoluut niet. Ik weet dat er kijkers zijn die zelf voelen in dat energetisch veld dat er dus al iemand aan het komen is. En dit voel jij heel mooi. Dit voel jij heel goed. En dit komt omdat jij in jouw godinnenenergie staat. Het is nu dus nu ook aan de andere partij dus zover gekomen dat deze dus aan het groeien is en naar jou toe mag gaan komen. En dan mag je dus die ingrediënten van hem, haar, waarmee jij verbindt, in combinatie met jouw eigen ingrediënten gaan mengen. En dan gaat er een hele nieuwe stroming komen. En dat zal niet makkelijk zijn, want ondanks dat het als thuiskomen zal gaan voelen, kan het dus wel zijn dat jullie van de ene op andere manier toch een andere visie of blik hebben op een bepaalde situatie. En dan is het juist heel belangrijk om elkaar in je waarde te laten, inzichten te geven van oké, dit is nou mijn stuk, dit is van de ander en vanuit daar kunnen wij verder.
Maar we gaan eens even met de tarot verder kijken. Ik pak even een ander bedje erbij. En dan gaan we even onder de rijen afzonderlijk van elkaar kaarten leggen. Ik gebruik hier 4 decks voor. Ik shuffle ze even vast van tevoren. Zodat ik alle kaarten per rijtje heb. Zodat we geen overkoepelende energie mislopen. Voor de verbindende energie gebruiken we deze. Ik pak zo de kaarten uit het dek. En dan ga ik ze eerst allemaal neerleggen en vervolgens ga ik er dieper op in. Ik pak 3 kaarten voor deze energiestroom, voor dit rijtje. En mocht daar nog aanvulling voor nodig zijn, dan gaan we dat zeker doen. Oké, voor jouw energie, wat mogen we weten als aanvulling voor jouw energie? Oh, nou wauw. Oeh, heel mooi. Kijk eens. Zeg van Staven, doordat jij een transformatie doorlopen hebt, heb je dus nu ook de ruimte om die rebirth in te zetten. Dus echt die vernieuwing vanuit het licht te gaan handelen, vanuit de juiste positie. Zes van Staven is een succeskaart. De maan voelt voor mij als kreeftenergie. Kan ook vissen zijn, maar het kan te maken hebben dat dit in jouw chart zit. Of dat jij uiteindelijk meer vanuit jouw gevoel gaat leven. Meer kennis op gaat doen, meer inzichten gaat krijgen. Oh, nou, hier mogen er meer uit. Oh, hier zijn er wel heel wat meer. Oké. Nou, we zullen deze gewoon allemaal meenemen. Onderkant dek is wel het Rad van Fortuin. Dus dat is wel de overal energie van deze kaart. Ik leg deze heel even aan de kant. Want het zijn wat grotere hoeveelheden. Wat ik sterk zie is dat er een einde is gekomen bij deze persoon wat gericht is op materie. Dit was in eerste instantie dus heel erg aan de orde voor deze persoon. Een goede baan, een sterke fundamentele ondergrond qua financiën, materie in de zin van een mooi huis, mooie kledij, dure auto misschien wellicht op de stoep. En daarin is deze persoon nu in balans gevonden. Of aan het zoeken geweest. En dat is wat ik sterk voel. En dat is dus het stukje geven en nemen wat deze persoon dus nu aan het leren is geweest de laatste tijd. Dus wat ik al zei, deze persoon heeft dus nog wat andere stappen te doorlopen. En dit heeft ermee te maken dat het een strijd in hem of haar zelf is geweest. Ik zie dat er een transformatie plaats is gevonden. Dus de bepaalde overtuiging. Het kan ook te maken hebben dat er eerst een huwelijk of een relatie beëindigd is geweest. Dit is een strijd geweest. En dit heeft lang geduurd. Dus mocht jij in verbinding hebben gestaan met iemand waar je al eerder mee in verbinding wilde gaan staan. Of dat je een lijntje voelde. Dan kan het dus zijn dat deze persoon nog in een relatie zat. Die nu los is gebroken. Mocht dit een heel nieuw persoon voor jou in je leven gaan zijn. Want ik zie wel de aas van staven. Dan kan het dus zijn dat dit dus het project of traject is geweest. Transformatieproces waar deze persoon mee te maken heeft gehad. Dus de persoon waarmee jij aan het connecten bent geweest. Zit jij al in een relatie? En is dit dus nou aan de orde dat jij aan het shiften bent geweest? Door jouw shift is dus jouw partner ook mee aan het shiften geweest. En kijk eens hoe mooi. We hebben hier en de magier en de aas van staven. Dus alle tools krijgt deze persoon nu in handen. Hij heeft de sleutel. De sleutel van een nieuwe toekomst. De sleutel van zijn hart te openen. Infinity teken staat erboven. Dus het is om een eindig stuk wat nu ingezet kan worden. We hadden hier kaart 10. Hier hebben we een 1. Dus er is een nieuw begin. Aas van staven is ook een 1 kaart. Dus er gaat een hele nieuwe cyclus starten. We hebben best wel wat grote arcana kaarten hier bij jou al liggen. Hier al 3. We hebben er hier ook al 2 liggen bij de ander waarmee je connect. De persoon waarmee je gaat connecten is dus wel... kijk eens hier, hoe mooi. We hebben hier die ketel en we hebben hier een hoed waarin iets gebrouwd wordt. Dus er is een hele mooie verbinding. Doordat deze persoon dus nu zo aan het groeien is, kan deze persoon dus nu ook verder naar jou gaan komen. En
Deze is dus nu zijn eigen ingrediënten aan het mengen, zijn eigen input daarin zijn weg aan het vinden, zijn eigen balans. Ik zeg hij, kan dus ook een zij zijn, de balans erin aan het vinden. Maar we gaan eens kijken wat jullie verbindende energie is. Oh, kijk eens hier. We krijgen hier weer de paasje van bekers die hier al in de uitkomst lag. Dus de verbindende energie is toch het liefdesgedeelte. We hebben de paasje van munten daarbij. Ik pak er nog eentje bij voor jullie verbindende energie. Dus alles heeft te maken met die divine timing. Alles heeft te maken met het nieuwe pad waar jullie individueel van elkaar op aan het komen zijn. En het stukje verdriet wat je dus los gaat laten. Dat je dus niet meer de aandacht aan het geven bent voor iets wat dus niet meer werkt. Je gaat transformeren alle twee. Kijk eens, want hier wordt al een nieuwe beker klaargezet voor jullie. Hier zie je hem ook in. Beide gaan jullie hem dan inzien. En dat komt omdat jullie telepathisch met elkaar verbonden zijn. Dus ga jij in de avond, zeg maar, in een meditatie dat jij wil connecten door middel van een geleide meditatie met jouw soulmate, met jouw, voor sommige tweelingziel als je erin gelooft. Wat ik sterk wel voel is dat de energie kan overroelen voor jullie. Het is dus belangrijk om niet te veel in die emoties mee te gaan. En dat bedoel ik mee dat het kan zijn dat er voor sommige van jullie dus oude emoties weer even naar boven kan komen. En voor mij voelt het dat dit meer te maken heeft met de persoon waarmee je te maken gaat krijgen als met jouw eigen gevoel. Alhoewel het wel ook wel een dingetje voor jou kan zijn om weer iemand toe te laten. Het voelt namelijk als toch nog een deur, wel op een kier, maar ook nog wel, je kent dat wel, dat je zeg maar op jouw deurbeslag zo'n haak hebt, dat je wel je deur op een kiertje kan zetten, maar toch die haak erop kan zetten. En dan kan er wel lucht doorheen, dan kan er wel energie doorheen, maar niet volledig, want hij kan niet verder opengezet worden. En dat is wat ik hier voel. Wees trouw aan jezelf. Voel ook als jij weer in die lagere trilling vibreert, dat dit een ouder stuk is. Dat het niet meer de jij van nu is. Dat dit een element is waarmee jij dus aan de slag bent geweest. Het kan zijn dat je je neus weer gaat stoten. Dat kan altijd. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Heel graag wil jij weer die diepe connectie met iemand aangaan. Mocht je dus single zijn, het kan dus ook zijn dat jij die diepe connectie met je huidige partner weer aan wilt gaan. Dat er wat strubbelingen zijn geweest. Maar ga dan niet al die oude koeien weer uit de sloot halen. Ga dan ook echt bedenken en vooral voelen wat dit dan met jou doet als jij weer dat oude stukje voelt. Ga dan voelen, heb ik dit stukje nodig? Moet ik dit voelen? Is het nodig dat ik dit voel? Kan ik het loslaten? Wat staat er tegenover? En het stukje wat er tegenover staat, is eigenlijk veel mooier. Oh, hier valt er eentje om. Die moet ik meenemen. Ik weet niet of jullie het zagen, maar ik neem hem mee. Het is een nieuw pril begin. Dus voor velen van jullie die single zijn, is het een heel nieuw persoon in je leven. En dit is dus waar jullie samen dus je stabiliteit mee op gaan bouwen. En het is nog pril. Het is nieuw, maar zolang jij in je eigen kracht blijft staan, zal die verbindende energie alleen maar gaan groeien. En zullen jullie dus samen, individueel van elkaar, maar ook samen dus, mooi die ballen hoog kunnen gaan houden. Het kan zijn dat de persoon waarmee je connect een jongere ziel is. Een jonge persoon kan een leeftijd zijn, maar het kan ook gewoon in zijn doen en laten zijn. Dus het wil niet zeggen dat dit in één keer een persoon is die 10 jaar jonger is dan jij. Het kan ook een persoon zijn die dus ouder is dan jij, maar wel een jong van geest is. Doen in zijn doen en laten. Ik voel wel dat jij al in jouw spirituele ontwikkeling echt wel een bepaalde stabiliteit neer hebt gezet. Maar daarin gaan jullie elkaar shiften. En daarin is dan ook wel belangrijk dat je elkaar vrijlaat. Dat je elkaar steunt. Dat het stukje wat gemengd gaat worden, jouw input en die van de ander, daar kan af en toe wat onrust gecreëerd worden. Maar daarentegen is het ook wel weer heel mooi om dat nieuwe pad in te gaan zetten. Maar we gaan eens kijken wat de mogelijke uitkomst dan is voor jullie samen. Deze komt op kop, de zegenwagen. Mag ik daar een verklaring bij waarom die op kop komt? Oké.
Dat heeft nog te maken met een pijnstuk wat in ieder van jullie zit. En dit gaat naar boven komen als jullie dus met elkaar in verbinding komen. Dus de uitkomst is wel dat jullie aan moeten blijven werken. Merk je gewoon dat de ander tegen een stuk aanloopt, ga er dan samen mee in gesprek. Ga er dan samen aan werken. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde yin-yang-energie die jij in jezelf wel voelt, nog niet in de verbinding tussen jullie twee zal ontstaan. Wat ik wel sterk voel is dat dit geen hele belangrijke issue hoeft te zijn. Het is maar net hoeveel aandacht jij die issue gaat geven. En vooral als ik dan ga kijken hier naar de 9 van bekers en de voelkaart. Weer die trouwe hond, de hond die hier gaat komen. Die speelsheid wat de andere persoon met zich meebrengt, daar mag jij iets meer voor open gaan stellen. Dat jij ook dit weer naar je toe kunt gaan halen. Want het is nu dat jij op een punt staat, dat jij dat gelukzalig moment in jezelf hebt gevonden. Dat je die instelling ook hebt van ik heb alles voor elkaar, ik heb mijn pijnstukken geheeld wat voor nu dus mogelijk was. Ik ben lekker mijn pad aan het bewandelen. En toch wil ik heel graag die verbinding met iemand aangaan. Het kan dus een beetje spannend voelen als jij iemand treft die dus nog wel in een iets andere trilling zit qua frequentie als dat jij je eigen verkeert. Dit hoeft niet slecht te zijn, hè? Want jullie liften elkaar of shiften elkaar dadelijk gewoon weer op. Waarin jij dus al verder bent als de ander, kun jij de ander helpen. Waarin de ander dus qua speelsheid verder is als jij. Want dat zie ik hier wel met de voel, die onbevangenheid en die gewoon het maar gaan doen. Daar kun jij weer van leren. En dat is een stukje wat getransformeerd gaat worden in jullie zelf door in verbinding te staan met elkaar. En dat is dus wel heel erg mooi. Jullie kunnen elkaar dus gaan shiften hierin. Ik pak hier nog een kaartje bij uit een ander deck. Want ik wil nog even iets meer weten over die uitkomst. Want de verbindende energie is dus eigenlijk al heel erg mooi. Maar we gaan eens even kijken. Wat mag ik nog weten? Kijk eens, hoe mooi. Tiny triumphs. Er zijn dus nog wel elementen, maar ga het kleine waarderen. Ga die kleine stapjes waarderen. Ga die vooruitgang waarderen. En het is niet altijd dat het groot hoeft te zijn. Elk moment kan dankbaar zijn. Wat ik vooral zie, hier weer die speelsheid. Hè? Een beetje dat clownspak idee. Kijk niet overal te serieus tegenaan. En vooral als we hier kijken naar de verbindende energie. En het voelt voor mij dat dit jouw energie is. Ondanks dat jij hier echt wel in jouw spirituele groei zit. Voelt het voor mij dat er meer speeltijd mag komen. Meer ik-tijd, meer speeltijd. Dat je dus niet gericht bent op het en gefocust bent op jouw ontwikkeling. Jouw innerlijke groei. Jouw stabiliteit, jouw... misschien ook wel financiële gemoedstoestand waar jij dus een bepaalde stabiliteit in wil creëren. Dit ga jij loslaten, want je mag met een bepaalde speelsheid ernaar gaan kijken. En dan zal alles veel makkelijker gaan. Blijf er niet aan vastklampen, want dan zul jij ook merken dat als jij het, die touwtjes niet zo vasthoudt, dat het ook makkelijker kan gaan stromen. Want dan hou jij dus niet... je moet het zo zien als jij iets af gaat bakeren, iets af gaat kaderen in de zin van touwtjes strak houden. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Dan hou je eigenlijk dus iets vast. Maar dan zet je dus eigenlijk ook een intentie neer vanuit een 3D-energie. En waar ik jou voel zitten is in een hogere frequentie. Dus je trekt jezelf omlaag. Als je dan gaat invoelen dat jij samen ook die speelsheid kunt gaan creëren. Dat je samen dus ook leuke dingen kunt gaan doen. Misschien ga je wel iets helemaal buiten je comfortzone doen. Ga je in één keer kajakken of wand beklimmen. Of ik heb geen idee hoe dat allemaal heet. Misschien ben je eigenlijk echt in zo'n modus van... ja, lekker mijn ding doen, lekker mijn bubbel laten buiten, wereld te buiten. Dat je wel in één keer naar een feestje gaat. Gewoon iets wat jij totaal niet verwacht om te gaan doen. Dus dat is wel heel mooi wat ik hier al naar voren zie komen. Ik pak nog voor jullie, lieve kijkers, een engelenboodschap. Wat te maken heeft met deze liefdesenergie.
Er is dus echt wel iets moois aan het stromen. Voor sommigen is het nog heel even erop wachten. Voor sommigen zal het al recent, op korte termijn misschien wel naar voren gaan komen. Wat het mooie is eigenlijk, hè, want ik weet niet waar ik dat pas geplaatst heb. Ik heb in ieder geval een stukje geschreven dat er op neerkwam van... Het is dus belangrijk dat je pas een zielsconnectie kunt treffen als jij je eigen stuk hebt doorlopen. Dus liefde in jezelf hebt gevonden, union in jezelf. Dus echt die karmische stukken uitgezuiverd hebben. Sommige al verder in een vorig leven dingen uit hebben gezuiverd. Maar dat de andere persoon dit ook al op een bepaalde... Ja, stappen doorlopen heeft. Dus het hoeft niet dat het al helemaal even ver is. Maar dat het wel echt ook al met die bewustwording te maken heeft. En dat je dan pas twee zielen kunt laten samensmelten. En dat je dan pas die diepere connectie kunt gaan ervaren. En dat is wat ik ook sterk hier voel. Dat dat pas dan kan gaan komen. En het is dus individueel van elkaar zijn jullie dus echt wel sterk aan het groeien. Maar het heeft dus ook wel te maken met dat uiteindelijk, als jullie dus alle twee al op dat punt zijn gekomen, dat dan die input van hem, haar, met wie je verbonden bent en van jou dus samen gaan komen. En wat dan gemengd gaat worden. En zoals sommigen weten, als je dus in de keuken staat, noemen ze het ook wel eens dat je ingrediënten familie mag maken. Dat ze samen kunnen voegen, dat het niet gaat schiften van elkaar, dat het echt... in een mooi geheel kan opwarmen. En dat is precies wat er hier ook gaat gebeuren. Er gaat iets opbloeien, er gaat iets komen, er gaat iets stromen. Jouw input, de input van de ander. En vanuit daar mag er eerlijk gekeken gaan worden wat er allemaal al hier in werking gezet is. Dus jij mag ook met eerlijkheid gaan kijken van wat kan ik veranderen omdat ik mijn energiestroom op deze nieuwe zielsmissie, zielspad, ook kan veranderen. Want je zit in een transformatie, je hebt een rebirth, je mag vanuit je gevoel gaan handelen. Weet jij dan ook het juiste pad te kiezen? De ander zal jou hierin gaan spiegelen. En probeer dan ook echt dat dit jou niet gaat overroelen, maar dat je dus hier ook echt met de volle overtuiging ook mee aan de slag mag gaan. Want het wordt niet voor niets gespiegeld. We hebben eerlijkheid. Engelen van waarheid. Keer naar binnen en onderzoek hoe je echt... keer naar binnen en onderzoek hoe je echte gevoelens zijn rond deze situatie. Dus voel jij dat het misschien jou gaat overroelen, dat die energie misschien te heftig wordt, terwijl jij diep van binnen echt wel in de ogen van zijn of haar ziel aan het kijken bent, van dat je denkt van ja, dit is het. Ik voel dat jij al op dit stuk bent. Ik voel dat we mogen gaan connecten. En het is geen... weg die op een presenteerblaadje wordt uitgereikt. Nee, we mogen er elke keer voor elke stap weer aan blijven werken. En dat is dus ook die speelsheid wat er dan weer bij mag gaan komen. Waar uiteindelijk er in het diepe gesprongen gaat worden. Door jou, maar ook door de ander. Door trouw zijn aan jezelf, trouw blijven aan jezelf. Trouwheid geven aan de ander. Dat er dus ook... dingen achter wordt gelaten. Want als je gaat kijken, deze persoon heeft een knap zakje met spulletjes bij. Verder helemaal niets. Dus het is echt dat oude shit achtergelaten wordt door jou, door de ander. En vanuit daar dat je dus ook echt dat nieuwe stukje in mag gaan zetten. Dus lieve kijkers, ik hoop dat dit voor jullie een reading is geweest waar je iets mee kunt. Laat vooral een berichtje of een like achter. Ben je niet geabonneerd, nodig ik je uit om ook op mijn kanaal te abonneren. Dit is geheel gratis. Druk dan ook even op het belletje. Dan word je op de hoogte gehouden door YouTube als er weer een nieuwe video gepost wordt. Dan hoef je niets meer te missen. En dan wil ik jullie voor vandaag nog in ieder geval een hele fijne dag toewensen. En tot de volgende video. Doei doei!